Nou. Dan een weetje. Dat kan voor sommige mensen interessant zijn, die zich dus die meer werken met magneetkracht. En dat is namelijk de waarom. Hoe kan het dan zijn dat een neodymiummagneet sterker is dan een ferromagneet? Nou, dat heeft ermee te maken dat een neodymiummagneet, wat ik hier in mijn handen heb, daar zit borium in. En borium, dat zorgt eigenlijk voor dat op het moment dat zo'n magneetje wordt gecreëerd, dus eigenlijk de legering die wordt samengesteld om dit te maken, een dichter op elkaar gepakte massa wordt. En een ferromagneet heeft de moleculen, als het ware, verder van elkaar afstaan. En dat is ook de reden dat deze, als ik die laat vallen, eerder kapot kan breken dan een ferromagneet. Puur vanwege het feit dat die moleculen verder van elkaar afstaan of dichter op elkaar. Maar wat is de dichtheid dan van de neodymium? Weet je dat toevallig? Nee, die weet ik niet van buiten. Nee, inderdaad. Maar het hangt ook wel sterk af van de kwaliteit daarvan. Want om te zeggen van een neodymiummagneet is zoveel, dat is moeilijk te zeggen, want ja, dat is hoe zuiver is het materiaal, hoe goed is het gemaakt? Dat scheelt wel. En goed, betekent dat als ijzer 7,8 is, dat het dus hoger dan 7,8 is? Ja, inderdaad. Ja, klopt. En dat daardoor die extra magnetische kracht ontstaat? Ja, maar dat klopt inderdaad. Want die magnetische kracht, die zit er namelijk niet in de dichtheid van het materiaal. Nee, die magnetische kracht komt eigenlijk uit de beweging van het deeltje zelf. Dus, als het deeltje hier uitgaat en hij komt dan weer de magneet in, dan is het namelijk dat hij hier een vertraging krijgt. Er is een vertraging. Dat heeft te maken met de dichtheid van het materiaal. Hoe dichter het materiaal op elkaar gepakt zit, hoe trager hij zich beweegt door het materiaal heen. Dat is ook een beetje een logische zaak natuurlijk. Maar op het moment dat deze dus een vertraging krijgt, krijgen we een kracht, een force. En die kracht die ontstaat door een vertraging in tijd. En deze vertraging in tijd is de vertraging in tijd in materie. Dus dat wil zeggen, hoe groter de vertraging is in mijn magneetdeeltje, hoe sterker deze gaat plakken aan ander materiaal. Dus het magnetisch veld blijft langer actief. Nee, die wordt sterker. Nee, het wordt sterker. Men kan niet praten of een magneetveld van de een langer is dan de ander. Ja, meneer vraagt of er inderdaad ook een flux komt, bijvoorbeeld op het moment dat het deeltje eruit schiet, wat dan eigenlijk gebeurt. Nou, ja, we zien het eigenlijk gebeuren in de magneet zelf eigenlijk al. Hè. We kennen de werking van de magneet, we weten dus hoe die zich gedraagt als het ware. Dus dat zien we eigenlijk, hoe die zich gedraagt, door gewoon ernaar te kijken, door naar te voelen en te zien wat hij doet op dat moment. Maar het is natuurlijk inderdaad moeilijk voor te stellen, omdat het een totale contradictie is wat wij altijd al hebben dachten te weten, wat zou zeggen, van hoe zo'n magneet functioneert en wat het hem doet inderdaad. Ja. Maar laat het gewoon ook even inzinken, want soms heeft het even tijd nodig. Heeft bij mij ook even geduurd, moet ik zeggen. En dan komt het wel vanzelf en dan zult u het zelf ook herkennen in uw eigen omgeving. Inderdaad, wat deze meneer zegt is dat het inderdaad, ik herhaal het even voor de mensen achter de zaal, maar dat het inderdaad een krachtbron is, inderdaad die nooit stopt. En dat klopt, dat wordt ook eigenlijk niet goed belicht als het ware. Want wat ik inderdaad zo vreemd vind eigenlijk in dit hele wereldje als het ware, dat er zo wordt gesproken over wet van behoud van energie, maar als ik dan de wetenschapper zou maar zeggen, in spe, zeg van, goh, reken eens uit hoeveel kracht heeft zo'n magneet nodig om aan die koelkast te blijven hangen. En hoe lang doet hij dat? En hoeveel energie heb ik dan nodig gehad om die magneet te maken? Volgens mij hebben we dan een heel groot verschil. En dat kan niet verklaard worden. Nou, volgens mij is dat vrije energie. Daar is maar één logische oplossing, als het ware. Dus eigenlijk zijn we er al lang en kijken we er allemaal naar. Maar goed, ja, hè? Nu nog er iets mee doen. Hè? Ja, nog meer vrije energie. Ja, graag. Goed.
Nou, dan hebben we dus het aardmagnetisch veld. Dat werkt natuurlijk exact hetzelfde, want wat met een magneet gebeurt, dat gebeurt natuurlijk ook met het aardmagnetisch veld. Magneetjes door en langs de aarde, het is een constante energiestroom. En dat is goed om te beseffen, dames en heren, want wij leven in een pool van energie. En die is gigantisch, kan ik u zeggen. Die is enorm. Dat hebben we ons nooit kunnen voorstellen. Dat de energie die nu hier aanwezig is in deze zaal, die zal genoeg zijn om heel Soest te voorzien van energie. Dus ik zou zeggen, tel de vierkante centimeters maar. Want dan komt u op heel veel energie per vierkante centimeter. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat er zijn hele veel vormen van energiedeeltjes. We hebben hier bijvoorbeeld de kosmische straling. Dat doet natuurlijk mee. Daar worden enorm veel deeltjes naar de aarde toe geslingerd. En dat zijn er echt gigantische. Wat wij kennen zijn natuurlijk de zonnepanelen. Wat wij kennen. Nou, dat doen we dus een heel klein beetje mee, zou ik maar zeggen. Dan vangen we eigenlijk alleen maar het lichtspectrum. Maar al die andere deeltjes die hier naartoe worden geslingerd, doen we eigenlijk helemaal niks mee. Hier een vraag? Maar die verschillende vormen van energie, dat is toch eigenlijk alleen maar verschillende frequentie, of niet? Nou, dat is, ja, inderdaad. Deze man zegt inderdaad, deze vorm is een vorm van frequentie. En dat klopt. Een verschil. Inderdaad, ja. Kijk, het is zo, we moeten begrijpen dus dat we kijken naar heel veel soorten vormen van energie. He, dus we kijken naar infraroodspectrum, we kijken naar kosmische straling, en dat heeft allemaal andere frequenties. Maar het is allemaal hetzelfde, het is allemaal energie. Alleen dat we dan, nu komt natuurlijk de vraag, wat kunnen we ermee in de praktijk? Ja. Hoe vangen we het op? Precies, juist. Ja, nou, en daar gaan we naartoe. En infrarood, dat is ook zo'n heel mooi bereik. Dat is eigenlijk transport van energie, maar dan gewoon met een andere frequentie. Meer is het niet. Ja, dames en heren. Beginnen we met de tweede helft van de presentatie. En dat is het praktische gedeelte. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch nog eventjes aandacht vragen voor het volgende. Er zijn een paar belangrijke dingetjes. Er zijn een aantal dingen die u hier hoort, waarvan u hoort dat wij dus ook natuurlijk nog aan het zoeken zijn. Dat wil zeggen dat wij zijn bezig als zijnde burger. Alles wat wij doen hier hebben we zelf gefinancierd en doen we natuurlijk ook met behulp van mensen die daar ook een steentje aan bijdragen. Dit is een heel belangrijk punt wat ik nu noem, want de oplossing komt niet van de mensen met de zakken met geld, de industrie, de politiek, Novum, etc. Die staan gewoon simpelweg niet hier aan de deur. Ik vind dat helemaal geen probleem. Dat geeft ons de vrijheid in ieder geval om te doen wat wij moeten doen en wat wij willen doen. Die vrijheid hebben we. Maar dan wil ik wel even benadrukken om te laten zien welke potentie eigenlijk wij hebben als mens. En u als burger. Want we zeggen vaak van, ja, wat kan ik alleen doen? Nou, ik kan u zeggen, heel erg veel. En ik kan u zeggen dat ik bijvoorbeeld pas 3 maanden bezig ben om me hier echt op te storten. Nou, als we dan zien hoe ver we nu al zijn gekomen met de informatie en met de systemen die hier nu staan, dan kan ik alleen maar zeggen, wacht maar eens even tot we over een half jaar zijn. Dan hebben we heel wat in elkaar gedraaid, dat kan ik u zeggen. En deze groep is heel sterk aan het groeien. En dat gaat heel hard. Met al die informatie die verborgen is, die snorren we allemaal op met z'n allen. En die maken we zichtbaar. En dat is ook een belangrijk punt. Namelijk, wij kijken hier naar een voortgang van ons onderzoek. En dat is belangrijk. Want het is namelijk niet zo dat als wij iets uit hebben gevonden, dat we dan zeggen, oh, we gaan eens even kijken over een half jaar. Nee, want dan zijn we er over een half jaar niet meer. Dat kan ik u garanderen. Want dan wordt het gefrustreerd en dan gaat het gewoon niet. Nee, wij zetten er direct de spotlights op. En we gaan iedereen zoveel mogelijk informatie mededelen wat we kunnen. Want dan krijgen ze het simpelweg niet meer weg. Dat is eigenlijk onze intentie. Dat is wat we hier doen. En dat is ook echt belangrijk om te begrijpen aan wat voor een proces u hier deelneemt. En wat u hier ziet gebeuren. Dus dat wilde ik even zeggen. Dan een ander punt. Wat wij ook gewend zijn in ons bestaan, in ieder geval, want we weten niet beter, is dat wij alles wat wij doen met brute kracht gebruiken. Nou, dat zien we dus eigenlijk, onze aarde is daar een afspiegeling van hoe wij omgaan met deze natuur.
met deze aarde. En nou ja, dat zegt eigenlijk genoeg. En dat heeft ermee te maken dat wij alleen maar mannelijke energie hebben gebruikt. En dat is jammer voor de heren, maar zo is het. En het wordt nu tijd om de vrouwelijke energie te gebruiken. En dat in samenhang. Het een kan niet zonder het ander. En dit is precies wat hier ook gebeurt. Het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar samen. En dan krijg je harmonie. En dan krijg je dus inderdaad een systeem wat niet een belasting vormt voor onze natuur of voor de mens. Iets wat in enorme hoeveelheden verkrijgbaar is. En ik denk dat de dames daar helemaal mee eens zijn. Goed. Nou, dat gezegd hebbende, dan beginnen we dus eigenlijk dat hiermee met Kapanatse. En dat zeg ik, want u hebt gezien aardmagnetisch veld. Wat kunnen we met dat aardmagnetisch veld? Hè? Want we zeiden, we gaan praktisch kijken, wat kunnen we ermee? Nou, dan komen we deze meneer tegen. En deze meneer die zet een staaf aan de ene kant en 10 meter een staaf aan de andere kant. Maakt daar in een geweldige box dit systeem hierin, wat u hier ziet. En trekt daar dus ongeveer 5 kilowatt uit. Hey, dan heb je wat. 5 kilowatt, dat is dus genoeg om het huis volledig te voorzien van energie. Meer hebben we dus niet nodig. Het zit gewoon simpelweg eigenlijk in de grond. Elektriciteit en warmte. Dat is elektriciteit inderdaad en warmte. Maar wat belangrijk is om te begrijpen, dat het zit natuurlijk niet allemaal in de grond, maar het gaat hier om iets meer. En dat meer, daar zijn we dus langzamerhand aan het achter gaan komen, want deze meneer heeft ook iets gedaan wat ik minder prettig vind, en dat is namelijk patenteren en proberen dat allemaal weer lekker voor zichzelf te houden. En wat zien we? Het resultaat? Komt het bij ons thuis? Helaas niet. Deze meneer is nu verwikkeld in rechtszaken tot op de dag van vandaag. En ik kan u zeggen, dat zal er niet mooi uitzien. En dat komt gewoon omdat hij ook dan in het systeem zit. Ga je datzelfde doen, zit je in het systeem, kom je dan niet meer zo gauw uit los. Maar hij heeft het wel. Nou, daarin zie je natuurlijk ook dat hij gebruik maakt van de frequenties van de aarde. Dat heeft natuurlijk ook grotendeels ermee te maken. En dit systeem, dus het komt niet allemaal natuurlijk uit de aarde, maar het wordt eigenlijk ook opgewaardeerd uit zijn schakeling en uit zijn spoelen die je hier in het systeem heeft zitten. Nou, en dan komen we iemand anders tegen en die doet ook iets met het magnetisch veld. En dat is namelijk dat hij batterijtjes maakt. Dat is een Marcus Reed. En deze meneer die is daar al een hele tijd mee bezig. En die maakt kristalbatterijen als het ware. Daar zitten kristallen in. John Hutchinson namelijk, die staat hier helaas niet bij. Maar dat is een meneer die dit ook doet. Die is daar heel wat jaartjes mee bezig geweest. En deze kristalbatterijen, die zijn wij hier aan het proberen om die na te maken. Want zoals het inderdaad altijd gaat, zoals ik u net zei, er wordt iets uitgevonden. Een gedeelte zien we, het grootste gedeelte niet. Dat is een beetje een probleem, dus moeten we het maar zelf doen. Maar we weten wel een aantal bestanddelen wat daarin zitten. En dat is met name dus kristal zit erin, zout, en dat wordt warm gemaakt. En daar zitten nog een aantal andere kleine bestanddeeltjes in. En dan hebben we dus eigenlijk een aardbatterij, oftewel een kristalbatterij. En wat die doet, is namelijk dat wat wij van tevoren hebben gezien, al die vormen van energie wat we hebben, kosmische straling, magnetisch veld, infrarode veld, je kunt het zo gek niet noemen, het wordt namelijk gestoord en omgezet in deze batterij. Want wat is nou het verhaal? Als we namelijk gaan kijken naar dit soort batterijtjes, waar hier dus een aantal van uitgestald staan, die hebben dus allemaal een aluminium randje. Een aluminium bakje. En voor degenen die in de radiologie zitten, die weten dat. Maar aluminium is geweldige transponder voor hoogfrequente energie.